Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerplaza.nl. De satellietfoto laat het vaal voor een groot deel zien. Er zijn weer veel wolkenvelden boven Nederland. En uit die wolken valt van tijd tot tijd regen of motregen. Maar er zijn ook momenten dat er opklaringen zijn en dan breekt de zon door. Die zon die heeft de beste kansen in het midden en zuiden van het land. En elders is het dus vaak bewolkt met een enkel spatje regen of motregen. Wegregenen, dat zal niet gebeuren, maar het is van tijd tot tijd dus wel nat. Temperaturen erbij rond de 16 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is 2 tot 4 bol voor. Vanavond is het in eerste instantie op de meeste plaatsen droog. Later in de avond komt er vanuit het zuiden een regengebied aan. En dat trekt ook in de nacht over een groot deel van het land. Ook morgenochtend hebben we daar nog mee te maken. Daarna komen er buien en breekt ook af en toe de zon weer door. De wind blijft vrij rustig en de temperatuur verandert ook niet. Ook morgen is het ongeveer 16 graden. Vrijdag breekt wel vaker de zon door, maar er vallen ook buien. En als we dan naar het weekend weer kijken, dan wordt het echt beter. Dan wordt het minder nat, de zon schijnt vaker, vooral op zondag. En de temperaturen gaan omhoog. Zondag is het 19 tot 22 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.